Kijk mensen, we zitten even lekker aan een bakkie. Nee? Ik zeg net, we zitten even lekker aan een bakkie. Even, ik heb de GoPro aan. Mm. En even laten zien, kijk. Het heeft echt de hele nacht geregend. Echt ongelooflijk. En nu was net nog een buitje en nu prikt hij heel eventjes zo door een klein stukje wolk heen. Dat is wel lekker, maar jullie zien het. We gaan zo meteen op pad. Gaan we naar Schijndel. En we gaan dus even naar de Wit. Oh ja, nou, als ik dan bij de Wit ben, en dan laat ik even zien aan die koelkast wat we nodig hebben. Oh ja, en ik zal ook eventjes dat tafeltje laten zien wat Jacob en Marion ook hebben. En dan kijken of er een slag groter is. Deze is 50 bij 48 en dan kijken of die 50 bij 60 hebt bijvoorbeeld. We gaan even kijken. Zo, jongens, we hebben even gesurfd. En we gaan even onderweg. Even kijken. Gaan we even Tom Tom aanzetten. Hier. De Wit Schijndel, here we come. Ja. Ja, maar die jongen er gisteren dan veel moeite mee. Ja, net wat ik zeg, misschien dat hij te laat was, hè? Of te vroeg, of nou, ik weet het niet. Nee. Oké, mensen, jullie gaan het verder zien. Links afslaan. Het is echt zo een let op, mensen, kijk eens. Oh, het is nog garage nummerbord ook. Hier is een proefritje aan het maken. Oké, mensen, kijk. Schijndel. Nou, laat ik jullie even zien wat ik bedoelde met dat rekje. Kijk, we hebben hier dat rekje van die. Oh. Kijk, dit is dat rekje uit de koelkast. En kijk wat er nou gebeurd is. Zien jullie? Hij is helemaal doormidden. Hij is erachter, ik zal het even laten zien. Kijk. Kijk. Zien jullie, zo zit hij erin. En dan moet je hem dus helemaal tot achter doorgeschoven hebben. Kijk, dan heeft hij kracht. En nou is hij tijdens het rijden een keertje, kijk, er zo uitgeschoten. En hier stonden allemaal blikjes bier op. Was veel te zwaar. En toen bij een klap, knap. Kijk, nou is hij stuk. Dus zo'n nieuwe moeten we even halen. Maar daar is het al. Hè? Daar is het al, kijk. Daar rechts voor je. Ja. Nou, jullie zien het, we zijn er bijna. De Wit Schijndel. En we hebben net even in Sint-Oederode hebben we even bij de Jumbo een broodje gehaald. En dan gaan we eerst even een broodje eten hier. Op het parkeerterrein. En dan gaan we eventjes de Wit Schijndel even na bekijken. 300 meter. Ja, ja. Bestemming ik denk bereikt. Dat we daar ook die dat plaatje voor die koelkast moeten halen. Dan staan we toch redelijk recht. Oh, kijk. Er nog één aan. Ja, wordt er nog één aan. Kijk jongens,
De wit schengel. Leuk. Nou. Leuk, leuk, leuk. We zijn hier dus op de parkeerplaats van De Wit. En zoals jullie kunnen zien, het is hier altijd druk. Altijd mensen, altijd die wat aan het kopen zijn en noem maar op. En ja, het is hier een prachtig plekje. En dan kwamen we erachter dat die campers, er is een camperplaats. Hier, daar zo 300 meter die kant op. En die gaat pas 1 april open. Dus dat is morgen. Nou ja, we kunnen er langs rijden, maar ja goed, je weet niet, volgens mij 1 april is 1 april natuurlijk. Ja, dat komt. Ja. En, mag ook, ben je zover? Ja. Oké. Okay. Nou, even kijken mensen. Ik ben benieuwd. Ga je eten, eventueel? Ja, nou niet. Ja, hij is gesloten. Ja, het is ook geen weer. En hier doen ze meestal tenten. Oh kijk, die tenten staan al uit. Dan kan je tenten buiten tenten proberen. Ik ruik wel oliebollenkraam. Heerlijk. Kijk jongens, wat een mega, mega, mega store. Vandaar loopt het helemaal door naar daar bij de ingang. Nou, reken maar dat zomerdag hier, dat het leuk is om te zien al die mensen ja, die hier zitten. Het is winters hier ook net zo druk hoor. Ja, het is winters is het ook druk. Ja, dat is ook zo. Nou jongens, we gaan er binnen toe. En kijk wat wel grappig is. Kijk dan maar gewoon. Lekkers. De Scamper met grote wielen. Nou jongens, jullie zien het. Hier komen we binnen. Hier heb je de klantenservice. Zie je wel, ruilen, retourneren, leveren. Hier kan ik mijn eigen fit maken. Nou, dan kom je zo binnen. Wauw. Jubileum winactie. Even kijken. Als je binnenkomt, dan zie je hier meteen outdoor die kant op. Truin, outlet, kamperen en sport. Nou, sport. We hoeven niet naar de sportkant, denk ik. Mogal. We hoeven niet naar de sportkant, denk ik. Nee, maar ik kijk even. Ik kom er langs. Oké. Kijk. Ga hier eventjes doorheen. Zien jullie? Jezus, er is hier ook wel van alles, zeg. Hopelijk. Ja, dit is mega groot mensen. En voor iedereen, hè? Of je nou wil zwemmen, of dat je nou wil hockeyen, of tennissen, of voetballen, of basketballen, of... Kijk. Oh nee, ik wou zeggen onze nieuwe landskampioen, maar dat klopt niet natuurlijk. En jullie die luik? Geweldig. En dan, ik weet niet of jullie het zagen, dan is er zoveel... Auto's stonden er hier op die parkeerplaats. En als je dan ziet hoeveel mensen je binnen ziet... Moet kijken. Het valt toch reuze mee? Mooie zaak, mensen. Oh, wacht eventjes. Slippers. Maar gewoon moet nog nieuwe slippers. Ja. Die kan ik wel eventjes voor de regelen. Even kijken. Zij wil van, wat heet het merk nou alweer? Oh kijk, dan heb je Crocs. Dat zijn die Crocs die Marion zei van, dat zijn geen echte Crocs, dat zijn hele mooie, luxe Crocs. Met een beetje leer of zo, volgens mij. Nou ja, ga ik even kijken. Thank you. Belde me gauw op. Ze zegt, waar zit je dan? Ik zeg, ja, ik ben nog bij die dameskleding. Oh, ze zitten lang bij de tenten. Helemaal een stuk verderop. Dus ze komt even teruglopen. Omdat ik moet even laten zien. Want wat ze echt nodig heeft, is een paar nieuwe slippers.
Dus kunnen we mooi hier even halen. Dit merk ken ik helemaal niet. Kijk dan, Crocs. Ja. Dat zijn, je had toch gezegd van ik vond die Crocs zo mooi van... Dat waren Birkenstocks. Oh, Birkenstocks. Ja, dat is van Mario. Oh, waren dus... Oh ja. Kijk. Moet je kijken, maar ook. Dit merk ken ik helemaal niet. Oh, kijk, dat is Rief. Nou. Ja. Die nou, stuk waren, thuis heb ik nog een. Deze. Nou, ja, maar dan neem je toch een paar mee voor in de knaus? Nee, want die ik nu heb, die laat ik in de knaus. Oké, dus niet goed. Nee, schijt het toch wel. Nou, dan gaan we van de slippers gaan we naar kleding. Oh, een regenjasje. Oh, kijk. Ja, ja. Zo. Dat is die. Hè? Alle artikelen van Greg. Greg, hoppers, zijn muggen en zeker leren. Oh, nou, ik heb nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Er zit zeker citroen in of zo. Ja, oh, ik weet het niet. Kijk, je kan ook als je een paar schoenen past. Kijk, dan kan je hier meteen op die berg kijken om te controleren of het goed is, ja of nee. Of ze omhoog lopen of niet. Kijk. Hier. The Walk of the World. Kijk, daar is Loa. Dat is niet. Ja, dat heb ik ook. En niet omdat ik nou dat merk zo graag wil promoten, maar gewoon omdat die schoenen altijd lekker zitten. En ik heb deze, de Renegade, geloof ik. Even kijken. Ja, de Renegade. Hier komen we bij de stoeltjes uit. En er zal hier ook wel tafeltjes zijn, denk ik. Kijk. Ja. Oh, dit zijn die stoeltjes die... Ja, en dat is hetzelfde. Bardani. Ja, dit zijn die stoeltjes van Jacob en Marion. Ja. Ja, prachtig. Jeetje. Nee, is niet te koop, maar gewoon. Zie je dat? Anthraciet en tapé. Ja, wat ze zei, hè, dat was een beetje aan het verschieten al, hè, de kleur, toch? Door het zonnetje enzovoort. Ja, goed, ze hebben hem al een paar jaar natuurlijk, dus dan hou je dat natuurlijk, dat het gaat verkleuren enzovoort. Nou, prachtig. Kant, luchtbedden, zie je dat? Ik heb nog geen tafeltjes gezien, mijn hoofd. Jeetje, Mina, wat een dik ding zeg. Intex. Wat een dikke stoel, joh. Dikke luchtmatrasje. Ze wilde eerst geen stoelen hier neerleggen. Jeetje, Mina. Oh, kijk, Duckdalf mag al. Oh, deze. Oh, kijk dan. Hé, hey, mevrouw, dat is een stoel voor mij. Extra hoog, let op. Duckdalf. Ja. Oh, zo, dat zit lekker. Wacht eventjes. Ja. Zo, dit is een mooi stoeltje. Ja, dat merk ken ik wel. Oh. Ja, maar dat merk ken ik wel. Prachtig, wat een mooi stoel. Jeetje. Hij weegt 5,5 kilo. Tot 160 kilo kan je erop. Ja, steuntjes.
Beensteunen, ja. Jeetje, wat mooi zeg. Er staan nog meerdere. Kijk jongens, hier komen we bij de tafeltjes. Oké, gaan we even een tafeltje uitzoeken. Dus. Let op mensen. Ja, maar goed, weet je, ze hebben hem hier gekocht, dus hij komt hier heus wel vandaan. Ja, maar hoe lang hebben we hem? Ja, dat weet ik niet. Ja, we liggen allemaal in de schoot. Ja. Kijk. Nee, dat zijn ze. Oh nee, dat is het niet, maar wel dit model. Toch? Nee, dat is niet die ik bedoel. Oh, kijk dan. Ja. Zo, hallo. Jeetje. Nou. Kijk, een waterstofzuiger. Dat moet niet gaan lekker. Ga jij er even lekker tegenaan slaan? Dan hebben we straks hier een waterbassin. No jumping, net pas saltier. Geen salto's, no diving. En kijk, die mag wel duiken. Kijk, waterschoentjes. Ja, waterschoentjes, alle soorten en maten. Kijk, hier nog eentje. €469, mag al. Oh, wat grappig. Jeetje. Mag ik. Die kun je hier mooi achterlaten, dan ga jij lekker winkelen. Hé. Hey. Nou. Heb ik een kind mee? Ja. Ja. Ga dat maar zeggen. Skielers, kijk. Huh? Skielers, kijk dan. Dakkoffers. Oh, ja. Kijk mensen. Tenttapijten. Tenttapijten. Ik kan het niet zo gek bedenken of het is er. Oh, kijk, die hebben we ook. Ja. Nou, we gebruiken hem nooit. We hebben hem niet eens mee. We hebben hem hier gekocht. Ja. Nee, bij Obeling. Oké, maar wij hebben hem nooit gebruikt. Dit is dus potties. Chemische spullen voor je toilet. Toilet te reinigen, schoon te maken, noem maar op. Aqua Rinse Spray. Aqua Chem. Kijk, dan hebben ze ook nog wc voor de potjes, emmertjes voor als je naar de wc geweest bent in je busje. Als je lekker met een busje weggaat. Oh kijk, dit is Aqua Chem groen. Kijk die. Spullen om schoon te maken voor... Oh ja, ja. Ja, die zijn ideaal. Kijk, spullen om schoon te maken voor je toiletreiniger en noem maar op. Watertank reinigen. Vergeten hebben we hem gewoon. Oh. Heerlijk. Jubileumburg met friet en rauwkost. Nee, saté van varkenshaas met friet en rauwkost. Oh, wat goed. Kijk. Hier zo, tenten. Ja. Allerlei soorten en maten, mensen. Daar de mega grote campers, mega grote tenten. Ja, dan moeten we ook wel even zo erheen lopen. We gaan eerst even naar boven, goed? Oké, even naar boven. Kijk, daar is de outlet. Zullen we daar even kijken? Daar ben je altijd wel voor. Wauw, mijn golf. Nee, is niet te koop, joh. We moeten nog een nieuw bankstel hebben, dus we kunnen natuurlijk wel eventueel even kijken. Ja, dit zijn tuinmeubelen, schat. Ja. En ik zei het ook wel tegen Marion. Ik zeg, ik koop gewoon een tuinset en die kan ik dan, want we moeten toch een nieuw tuinset hebben. Want als het, als je bankstel gevonden hebt en het duurt nog een half jaar voor je net, hoor. Ja, het ligt eraan. He? Ik heb mijn bankstel wel gevonden, alleen ik weet niet waar ik hem kan kopen.
Kijk maar, er staan allemaal stickertjes op. Hier, deze bijvoorbeeld. 100 euro, 70%. Dus dit is 30 euro. Goh. Alleen de kleur al. Hockeysticks. Nog meer schoenen. Mag ook oranje shirtjes. Mag ook. Wat zeg je? Oranje shirtjes, kijk. Dames. Ah, dit is allemaal kinderen, mag ook. Maar we kunnen hier door uit. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. En wat doet hij? Bestel voor mij vast iets. Een panini broodje, iets. Huh? Iets van panini. Dat hebben ze toch? Ja, iets van panini. Shirts en shorts. Ja, kom zo maar. Ja, ik van die andere al. Weg. Ja, die nu in de dingest. Ja. Die ik niet schoon krijg, weet je ja, wel? Ja. Nou, het is wel een mooie. Ja. XXL. Slim ja, fit. Ik zou hem even moeten passen. Ja, dag. Ik ga me echt niet uitkleden. Ik ga hem niet zo meenemen, want straks pas je hem niet. Of hij is XXL, nou die hier pas ik wel hoor. Al. Rijden. Doe normaal. Oké. Okay. Ja, hartstikke goed. Ja, die vind ik wel leuk. Oké. Okay. Ja. Kijk eens even wat een bruine been ik heb, hè? Ja, engel. Oh. Ja. Kijk uit. Kijk, dit is een accessoire. Heuptasjes. Kijk, dan doe je hier. Je portemonnee in. Maar mevrouw, we hoeven hem niet te ruilen, hoor, want hij past. Oh, nou. De moeite niet voor niks gedaan. Nee, hè? De moeite niet voor niks gedaan. Hij staat nog leuk ook. Ja, hij staat er leuk ook. Ja, zeker. Het is ook zo'n makkelijk vakantie. Ja, daarom. Het is niet meer zo besmettelijk. Ja, daarom. Dat en ook meteen netjes vind ik als je. Ja, zeker. Heel sportief, maar ook netjes. Ja. Nou, bedankt. Nou, succes ermee. Dankjewel. Ja, merci, dankjewel. Dat komt goed, hè, als je die aan kan. Ja. Vandaag nog niet, denk ik. En nee, vandaag nog niet. En voor zometeen eet lekker je panini, hè? Oh, ja, goed. Oh, tuinheaters. Ja. Ja. Kijk maar hoor, Weber barbecues. Ja. Ook voor in de tuin. Oh, ja. Elektrische barbecues. Sinds wij de camper hebben zitten, niet zoveel in de tuin. Nee, dat klopt. Ja? Nee, dat klopt. Kijk, gas barbecues. Ook van Weber. En kijk, houtskool barbecues. Echte briketten. Kijk dan, oh mijn god, dat zijn die kops. Dat is die, zo'n barbecue die je op tafel kan zetten. Ja, en die Tessa Mark hebben. Nee, die hebben dat toen een keertje gegeten bij de bioscoop. Weet je wel, dat ze buiten ja. Gingen barbecuen. En toen kreeg ze zo'n ding op tafel neergezet. Ja. Nou, ik dacht dat ze er zelf eentje aanschaffen. Nou, volgens mij niet, maar ik ga het navragen. Buiten, het zijn helemaal buitenkeukens, maar gewoon. Ja. Nou, jij hebt Nico toch ook gehad? Ja, je hebt me aan David gegeven, toch? Ja. Ja. Oh, kijk, om smokefire, om te roken, dat je eigen worstjes rookt. Wat Mark heeft die green heeft, toch? Ja, daar kan het ook op je. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Kijk de mensen, dit is een Boretti. Zo eentje wil je gewoon in je keuken hebben. In plaats van in je tuin. Oh ja, dat is voor die gasles. Koelkast, nou. Dus ja, dat is wel zonde om buiten te zitten. Ja, dat is zonde om buiten te zitten, ja. Zeker in Beverwijk. Ja, man. Nou, hij is prachtig, man. En wat is het hier, wat zit daarop nog? Oh, nog een extra gaslon. Oh, dan kun je hier saus opwarmen. Huh? Kijk, hier is een grill. De bakplaat zie je dat? Ja, een bakplaatje. Gietijzer natuurlijk. Ja. Nou, dat is iets te klein. Ja, dit is een mooi maatje. Keramische bergrescue. Wat een mooie bullen hebben ze hier. Ja.
Dan heb je hier het lunchcafé. En dan kan je lekker gaan lunchen of zo. Inclusief batterijen. Oh. Nou, hier zijn te veel mensen, dat zal ik maar even niet filmen. Nee. Zo mensen, achter ons is dus de lunchroom, maar we hebben even expres niet gefilmd, want dat kunnen we niet maken. Nou, tenten, ja, kijk, maar goh, dit is een dak. Oh, die kan je bovenop. Ja, op je auto doen. Ja. Zie je hem ja, al boven mijn jaren zitten? Huh? Zie je hem al bovenop onze jaren zitten? Wij hebben het voor het eerst in Australië gezien. Ja. En dat is wel, doen ze heel goed, want daar hebben ze namelijk ook last van slangen, maar die komen niet zo gauw omhoog. Maar goh, dit is een vouwwagen. Je kan natuurlijk zeggen wat je wil. Met een voortent moet je kijken. Je hebt meer ruimte in de knaus. Oh, kijk, met een keukentje. Wat leuk. De vouwwagen zelf is alleen maar slaapplaats. Ja, maar daar lig je het lekkerste natuurlijk. Lig je niet op die koude grond. Wat denk je hoe lekker dat is? En net hetzelfde bij ons in bed hoor. 10.000 stappen voor vandaag alweer gehad hoor, Margot. Ja, maar ja, we hebben van de week niet doorgelopen. Kijk, en karretjes weg. Losse koelkasten. Compressorkoelkast. Zie je, een compressorkoelkast. Kijk dit. Dit is vriesvak. Ja. En dit is koelkast. Kijk. Ja goed, als je niks hebt. Ja. Ja. Kijk, stroomkabels. Dat is ook altijd handig. Weet je, die op de pitje past. Kijk, hier is mensen even thuis boven de schuurroeperpannen hier nog even staan. Weet je wel? Ja. Oh, kijk. Lekkers. Ja, oh, dit is de Scamper. Dit is ook die buiten stond. Alleen die buiten stond. Die had... Oh, kijk dan, wat een mooie tassen. Nou, hebben we hier hebben een broek gekocht. En dit is dan. Oh, wat leuk. Wit schijndel. Grappige Zaanse vrouw. Door een handeltje, tweedehands lege goederen. Gevlochten matten en manden en bezem. Om schildermarken te verkopen. Oh, wat leuk. En dan staat uit de eerste winkel heeft gebouwd achter het woonhuis. 2015. Wat zeg je? Roos. Wat? Ze hebben het project opgeleverd, dus jullie mogen thuis komen. 75 jaar de Wit Schijndel. Nou, leuk hè mensen? Ja. Echt leuk. Margot, ja. Leuke winkel hè? Ja, het is een mooie winkel. Oh, ja. Hier kun je gewoon een halve dag verblijven jongens, als je wat meer aan het kopen wilt. Maar goed, degene wat wij willen hebben dus, dat is dus aan de andere kant, aan de overkant. Dat hopen we. Dus dan gaan we nu eventjes rijden of om. Dan gaan we even naar de overkant en dan gaan we daar even kijken. Oké, mensen, we rijden even naar de overkant. En De Wit, dank jullie wel voor het ongelofelijke mooie. Niks aan, hè? Nee. Oké. We gaan er nu uit en dan gaan jullie het verder zien. Nou, we zijn hier aan de overkant. En dit is de uitgang en dat is de ingang. Het was altijd andersom volgens mij. Nee. Oh. Oké, okay, nou dan gaan we even kijken. We moeten een rekkie hebben en voor die gasfornuis van die rubbertjes. Dat is toch even mooi. We zijn in één keer geslaagd. Hier hebben we dat nieuwe rekkie. En we hebben die dopjes voor de... Voor de gasfornuis. Kijk mensen, hartstikke idee. Ik weet niet waar dit van is. Ja, hiervan. Hè? Dat is hiervan, dat zie je. Oh nee joh, dat is om vast te zetten. Hier, kijk dan. Dat is die.
Ja, maar daarmee moet je dan vastzitten. Dat hebben wij nooit gedaan. Chips. Dat heb er niks mee te maken. Ja. Nee, je moet hem eruit. Kijk dan. Deze, dan hou ik hem zo vast. Dus met de bovenkant. Met de onderkant boven. En dan zet ik hem er zo, dat zo kan in. Zo inschuiven. Kijk, dan heb je hier een gaatje zitten. Dan kan je hem er zo inschuiven. Dan schuif je hem erin. Kijk, en dan zit hij dus helemaal op dat randje. Ja. Zit hij vast. Kijk, dan zit hij er. Ja. Ja, zo zit hij erin. En dan zet je hem hiermee vast. Klik. En hiermee vast. Klik. Kijk, en dan kan hij geen kant op. Hallo. En dat is dus hetgene wat er gebeurd is. Ja. We hebben natuurlijk, of natuurlijk, maar we hebben door het trillen is waarschijnlijk dus die dingetjes losgegaan. Is het van zijn plek afgegaan? Ja, maar ik heb dat nooit. Nee, maar wel, weet je, deze die doe ik nog niet weg. Nou. Want die, nee, want die ga ik even op een of andere manier verstevigen. Rubbertjes van dat gasfornuis. Ja, dit was echt ongelooflijk. Kijk, dit is namelijk, het merk heet Haba. En Dometic, daar is die brander, die, dat gasfornuis van. En de originele 8 stuks van Dometic waren €27,95. En deze, dat is dan van Haba, dat is dan ja, een kloon, zeg maar, een soort Chinees. En die was €7,95, hè? Toch? €7,99. Dus die jongen zegt, wat wilt u? Wilt u de originele of die? Ik zeg, nou, doe wij, dat scheelt €20. Kijk je hier. Ik heb die rubbertjes even opengeknipt. Hier zo. En die gaan we dan gewoon in de la liggen hier zo. Bij de dinges. En dan heb je hier dus. Kijk. Hier is hij weg. En aan die kant is hij ook weg. Dus het was elke keer dat dat zo purp heen en weer ging. Dus, en dan heb ik hier die rubbertjes. Kijk. En die moet je er echt strak op drukken. Zo, dat zit wel goed vast. Dan heb ik er nog eentje. Ook daar. Zo, gaat echt moeilijk. Zo, en dan is het dus een kwestie van. Zo, en zo, kijk eens. Nou, nog niet helemaal, wacht even. Stukjes. Welke? Van hier, had je die erin gedaan? Ja, die zitten erin, ja. Oké, okay. Wat een gedoe. Nou, blij dat we eventjes naar de Wittieschijndel geweest zijn. Oké, okay, mensen, we staan nu in Zaltbommel. Op een heel mooi plekje. Een heel mooi plekje, ja. Ja, het is alleen jammer van het weer. Kijk, ja. Het is speciaal voor camperplaatsen hebben ze hier camperplekjes gemaakt. Vier plekken. Vier camper. Hele ruime plekken. Ja, hele mooie ruime plekken. 24 uur. Je kan tot 10 meter lengte staan. Ja. Maar dat laat ik jullie morgen zien, want anders wordt het veel te lang. Ik heb nu echt al bijna 35 minuten. Nou, dat is voor ons doen echt een hele lange video. Maar alles wat we daar bij de Wit hebben gedaan, dat wilde ik jullie niet onthouden. Er zijn wel wat stukjes uitgeknipt. Maar voor de rest, ja, lang genoeg. Scheetje gaat gewoon, nu sluit je deze af. En morgen als we naar huis gaan, en weet ik van wat. En volgende week ben je pas weer in de gelegenheid om hem te bewerken. Maar dat maakt niet uit, heb je weer wat leuks te doen. Want we hebben thuis ook weer heel veel andere praktische dingen te doen. We hebben heel veel thuis te doen. Daarom. Want, en dat maakt niet uit, dit is alleen maar Knaus moet schoon, Knaus moet weg, noem maar op enzovoort. Ja. Dus, morgen doen we nog wel heel eventjes, als we naar huis gaan, dan zal ik vragen aan mevrouw of ze eventjes vertelt over hoe lang we weg geweest zijn en bla bla bla. Een beetje details. Ja, maar je ziet op Polarsteps ook heel veel, hè? Qua kilometers en ja, zo. Ja, goed, niet iedereen ziet de Polarsteps. Nee, maar ja, ik heb niet kilometers bijgehouden. Ja, ik wel, maar dat zeg ik dan morgen dan wel. Dat, nou, maar dat kan ik zien vanaf naar. Nummer 1 van de Polarsteps. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus mensen, we sluiten het nu af voor vandaag. Tot de volgende vlog. Ja, nou ja, je ziet wel volgende week of zo. Ja, tot de volgende vlog, mensen. Doeg!